Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Daar ben ik weer, de zondagmorgen praat. Hoppa, even lekker getraind vandaag. Geen hardlopen. Ik heb toch wat meer problemen met mijn voeten dan gedacht. Iedere keer blijft er een elpit onder mijn voet zitten en dan moet ik gewoon een keer weg laten halen. Maar als ik het dan zeg maar voor mezelf een beetje zeg maar weghaal, dan in no time zit hij er weer. En ik wilde vanmorgen, had ik mijn schoenen aan om naar het bos te gaan. En ik liep gewoon al over de straat en toen voelde ik het alweer. En ik denk nou, dit gaat niet worden. Dan zeg ik daar weer het stukje ben ik in het bos en dan ga ik beginnen. En dan ja, in no time dan ben je weer thuis. Want dan gaat het gewoon niet. Dus, maar rechtstreeks naar de sportschool gegaan. Weer even een rondje gedaan. Een beetje de borst, schouders en benen getraind. Wel weer 12 minuten op de loopband. Dat was ook weer sinds lange tijd dat ik dat gedaan had. De laatste periode eigenlijk een beetje door de voeten, door die pijn. Had ik steeds verkozen om op een cross trainer te gaan staan. Dan krijg je natuurlijk geen belasting op je voeten. Dat ging eigenlijk best goed. En vandaag dacht ik van, laat ik maar weer eens gewoon 12 minuten op de loopband gaan staan. En maar weer eens gaan lopen op de band. Viel niet tegen. Maar ja, toch, je merkt dan toch dat je een klein beetje gaat nadenken met de voet. Gaat die pijn doen. Het is natuurlijk vlak. Dus je hebt niks te maken dat er ergens in één keer een steentje op de loopband tegenkomt. Dat zou heel raar zijn. Maar goed, dat dus. Gisteravond, Nijmegen, zomerfeesten. Was gezellig. Alleen met die fucking plastic bekertjes. Wat de heck. Betaal je 50 cent voor een bekertje, zou je staatsgeld verwachten. Kan je eens inleveren? Ja, kan je hem inleveren. In zo'n zak. Oh man, geldklopperij is allemaal. Want of dat ik hem nou bij spreken thuis bij het plastic gooi, of zij gooien hem bij het plastic, wat maakt het verschil? Het is niet te geloven. Nederland op zijn kop. Niet alleen in Nederland hoor, want in andere landen gebeurt het ook blijkbaar. Maar dit is gewoon gek werk. In Den Helder was het veel en vele malen beter. Daar kon je zelf beslissen of dat je hem ging doneren, ja of nee. Daar betaalde je overigens een euro voor een beker. Je zag nergens in dat bekers liggen. Dat was natuurlijk een voordeel. Maar je had van die inleverpunten en dan kon je beker gewoon inleveren en dan kreeg je gewoon teruggestort. Zo simpel. Dat is tenminste iets waar je denkt van, hey, daar is over nagedacht. Maar in Nijmegen, fuck. Nee, dat was echt. En dan is het ook nog eens keer zo de regel. Heb je een beker gekocht en je gaat ergens anders ga je drinken. Dan is gewoon, ruil je gewoon de beker om. Je krijgt gewoon een drink, maar je hoeft die feit niet te betalen. Komen we bij een restaurant aan. Gaan we daar zitten om wat te drinken. Wil je gewoon drie bekers aanslaan voor 50 cent? Fuck. Nou, dat gaat dus niet gebeuren. No way. En dan durft je ook te zeggen van dat wij het niet begrijpen. Nee. Was overigens Lila. Restaurant Lila aan de Waalkade. Dat is een Libanees restaurant volgens mij. Nou, het was wel te merken, want krijgen we een biertje, eerst een biertje aangeboden, zoveel bier en de rest allemaal schuim. Ik denk, hey joh, het is twee vingers schuim en geen twee vingers bier. Maar goed, even later toch teruggegaan en dan krijg je wel een goed getapt biertje. Maar jongens, wat een ellende. Nee, ik. Met de plastic, dat is allemaal leuk en aardig, maar het werkt allemaal niet. Oké, een vreemde auto bij de deur staan. Dan moet ik maar een stukje verder opzetten. Nou, dan gaan we dat gewoon even doen, hè. Dan gaan we dat gewoon even doen. Dan zetten we gewoon even hier, hè. Zo! Nou, dit was het. Oh, dit was het dan. Dit was weer een zeg maar een basic zondagpraatje. Natuurlijk voor 2 weken terug. Of
vorig weekend was het een beetje de mist ingegaan. Vanwege, was het vorig weekend trouwens? Dat ik het er niet meer weet. Ja, dat was iets anders in ieder geval. Maar goed, in ieder geval, het ging niet. Ik heb niet echt laten verslonzen, maar het ging gewoon, het was gewoon niet helemaal prettig. En, dat is niet waar. Vorige week heb ik wel gedaan. Ik weet het niet, ik ben het even kwijt. Maar goed, ik probeer nou in ieder geval weer iedere zondag vol te houden. Dan hebben we natuurlijk de nieuwe regel binnengekregen van het voetballen, het nieuwe overzicht. Ja, er zitten wat verre ritjes tussen. Dus ik ben benieuwd of ik dan die zondagmorgen überhaupt wel kan lopen. Of dat doordat je een verre ritje hebt, de tijd gewoon te vroeg is. Maar goed, dat zullen we wel zien in de loop van het jaar. Loop van het seizoen. Dus we zullen het wel zien. Ik ga in ieder geval afsluiten. Ik zou in ieder geval zeggen tot de volgende keer. En dan zeg ik met een hele korte de groeten. En ciao.